Vandaag maak ik een vol-au-vent in 1, 2, 3. Een echt vluggertje dus, voor als je weinig tijd hebt. En daarom ga ik kippenfilets gebruiken in plaats van een volledige kip. En verder heb ik nog nodig selder, wortel, peterselie, een kruidentuiltje, champignons, citroen, gehakt, nog room en kippenbouillon. En dan voor de afwerking een beetje peterselie, maïszetmeel en uiteraard peper en zout om alles op smaak te brengen. De kip die is gesneden. Ik moet enkel nog selder en wortel in stukjes snijden. De blaadjes van de selder ga ik iets fijner snijden. De wortel en selder geeft smaak aan de vol-au-vent. Je kan die eraan uitzeven. Maar ik vind het lekker dat die stukjes groente er nog in zitten. Het fornuis kan ik al aanzetten. Want ik mag eigenlijk beginnen met het aanstomen van de groente. Ik smelt al een klontje boter. En van zodra dat die boter gesmolten is, kunnen de selder en de wortelblokjes erbij. Hierop mag dan de kippenfilet. Dus al die blokjes kippenfilet, die ga ik heel even meebakken. En dan komt hier nog een kruidentuiltje bij. Het is een kant-en-klaar kruidentuiltje dat je zo kan kopen. Gedroogde tijm en laurier zit daarin. Dus dat mag gewoon bij de rest. Ook nog twee kippenbouillonblokjes. En nu is het gewoon aanvullen met water tot die kip helemaal onder staat. Die kip nu op een zacht vuurtje, liefst onder deksel, een kwartiertje laten verder garen. Terwijl dat die nu zachtjes gaart, kan ik ondertussen met de garnituur verder. En dat is dan de champignons. Die ga ik in kwartjes snijden. Als je champignons snijdt, worden die na een tijdje een beetje bruin. En om dat te vermijden, kan je altijd wat citroensap daarover sprenkelen. En zo houden die eigenlijk een mooie witte kleur. En een goed trucje voor de gehaktballetjes. Eerst de handen goed nat maken, dan gaan je die zo vlotjes rollen en blijft het gehakt niet kleven. En nu mag ik gaan vissen. En dat is dan achter het kruidentuiltje, want dat heeft nu zijn werk gedaan. Dus die tijm en die laurier, die smaak zit ondertussen in de saus. En de bolletjes er nu voorzichtig laten inglijden. En dan de champignons. De balletjes en de champignons, die gaan nu nog 5 minuutjes onder deksel verder garen. De champignons en de gehaktballetjes, die zijn ondertussen ook gaar. Dus nu kan ik eigenlijk mijn saus afwerken. Dus de room, die kan erin. En nu nog stevig afkruiden. Peper en zout. Maar zo'n vol-au-vent, dat heeft toch wel dat zuurke nodig. Dus nog een klein beetje citroensap mag er van mij altijd bij. En al die smaken, die zitten er nu in. Maar mijn saus heeft nog niet de dikte die ik wil. Ik kan dat doen met een gewone blonde roux. Maar vandaag een 1, 2, 3 vol-au-vent. Dus dat moet snel gaan. En dan gebruik ik maïzena. 2 koffielepeltjes van de maïzena. En ik los die op in een bodempje water. Is roeren dat er zeker geen klontertjes in zitten. En dan begin ik al met de helft van dat papje toe te voegen aan mijn vol-au-vent. En na een 2-tal minuutjes zie ik of dat mijn saus dik genoeg is. Is die nog niet dik genoeg, dan doe ik de rest er nog bij. En zo heb ik in een wip een klassiek gerecht klaargemaakt, de vol-au-vent. Enkel nog een klein beetje peterselie daarover. En iedereen kan beginnen smullen.